Welkom iedereen. Een aantal hebben een video uit en een aantal video aan. Voel je vrij om je video aan of uit te hebben wat je zelf prettig vindt. Hey Patrick. Hey Marjolein. Hallo. Leuk, hallo. Leuk dat je erbij bent. Ja. Ik heb niet de lijst goed bekeken hoor, maar ik zie nu dat je erbij bent. Leuk, gezellig. Ja. Ja, nou toch... Best wel wat mensen zie ik. Ik kan niet iedereen zo in één keer zien. Ja, goed. Nou, volgens mij is iedereen even aan het installeren. En fijn dat iedereen er is. Welkom. Ik zie al een chatberichtje van Desiree. Die is vandaag onze host. Die staat als Zoma opleidingen in beeld. Er worden al wat gereageerd, zie ik in de chat. Goedenavond. Nou, allemaal. Hallo allemaal. En Nadine schrijft ook wat. Nou, van harte welkom. Er zijn er nu 44 aanwezig, zie ik. En hey, Kees de Moree zie ik ook. Samen met Tony volgens mij. Hoi. Hey, leuk dat jullie er ook bij zijn. Wat goed, wat gezellig. Goedenavond allemaal. Ja, de meeste volgens mij, ik zit even te kijken, volgens mij is iedereen inmiddels ook geluid. Dus nou, dan gaan wij gewoon lekker starten. Van harte welkom op deze webinar samen met Hanneke Peters van Rock Your World. Mogen wij samen deze webinar organiseren. Wat gaat onder andere over hooggevoeligheid, over self-care, wat praktische tips. Nou ja, eigenlijk een mooie avond ook ervan te maken. Hooggevoeligheid is natuurlijk breder, niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen natuurlijk. En nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ook als je vragen hebt voor ons, voel je vrij om die tussendoor te stellen. Dat kan je het beste even stellen in de chat. Die houden we natuurlijk ook in de gaten. En zo zorgen we er een beetje voor dat er niet te veel achtergrondgeluiden zijn. Dus zo doen we. Nou goed, van harte welkom dus. Ik zit hier dus samen met Hanneke Peters. Hanneke, kun je even zwaaien iedereen? Hallo, goedenavond. Misschien is het leuk dat wij ons even voorstellen. Er zullen een aantal van onze beide achterban aanwezig zijn. Dus nou, misschien even leuk, Hanneke, als jij je als eerste even voorstelt voor iedereen. En dan gaan wij lekker starten met deze webinar. Ja, leuk. Nou, mijn naam is Hanneke. Ik ben de founder van Rock Your World. En Rock Your World is een self-care company, is een bedrijf wat self-care tools verkoopt, zoals sprays. We hebben hele lekkere sprays om in slaap te vallen, maar ook voor andere manieren. Essentiële olie zetten wij in, echt als manier om voor jezelf te zorgen en een moment van rust te pakken. Daarnaast heb ik een boek geschreven over kristallen, Rock Your Crystals. Geef ik retreats, masterclasses, instacourses. Heb ik net een nieuw boek geschreven, The Journal. Dat is een, komt later ook nog aan bod als tip. Een naslagwerk waarin journalen centraal staat, maar waarin ik ook het breder trek. De seizoenen, Ayurveda, dag- en nachtcyclus. Eigenlijk een, ja, echt een naslagwerk samen met een journal in één boek. En daarnaast woon ik in Haarlem. Ben ik moeder van twee hele leuke jongens. Ja, dat. Mooi. Dat ben ik. Dankjewel, Hanneke. Nou, mijn naam is dus Marjolein Berendsen. Ik ben founder en oprichter van Zoma Opleidingen. Een opleidingsinstituut wat mensen opleidt tot onder andere holistisch therapeut, reiki, maar ook holistisch coach, diverse online cursussen. En ben ik sinds kort ook auteur van de boeken Holistisch Leven, Moeiteloos Gelukkig Zijn. Ja, verder ben ik moeder van Maya, partner van Michael. En zie ik mijn oude leraar Kees de Moree hier ook al zitten. Dank dat jij als achterban weer aanwezig bent. Ja, dus dat is even over in het kort over mij. En aan ons samen, Hanneke, om een mooie avond te verzorgen. Dus laat het vooral interactief zijn. Waarin jullie ook jullie vragen kunnen stellen, opmerkingen kunnen maken. En met elkaar daarin dingen kunnen delen. Vandaag dus over self-care en HSP onder andere. Hanneke, wat is jouw visie? Ben jij met zelf ook HSP'er? Ja. Wanneer ben je erachter gekomen? Oh, wanneer ben ik erachter gekomen? Nou, ik denk iets van 6, 7 jaar geleden pas. Of al, ja, maar echt
ja, bizar hoeveel verklaring. Ik heb voor deze, ter voorbereiding voor deze workshop nog even dingen teruggelezen. En ook even nagedacht hoe dat nou allemaal, hoe die reis van mij is gegaan. En ja, eigenlijk wel bizar dat je gewoon, dat er toen wij kinderen waren zo weinig aandacht voor was. En dat je nu terugkijkt op van, ah, dus daarom voelde ik me zo. Of daarom dit. Of ja, en hoe we nu, zal jij met je dochter denk ik ook hebben, hoe we nu al zo anders naar onze kids kijken. En met een andere lens. En hoe we hun, ja, in ieder geval al een ander perspectief kunnen geven op dat wat zij voelen niet gek is. Dat vind ik al zo, zo bijzonder. Dus hooggevoelig, ja, dat is denk ik dat ik echt heb gewist 6 of 7 jaar geleden. Ja, mooi. Mooi. Ja, even voor degenen die de term hooggevoelig niet kennen. Hooggevoelig wordt ook wel in de volksmond HSP genoemd. High Sensitive Person of Hoogsensitief. Is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen. Is pas in de jaren 90 ontdekt. Dus wij zijn wat ouder. Dus dat was toen nog niet zo. Ja, 20% van de wereldbevolking geven ze aan is hooggevoelig. Betekent dat er meer prikkels binnenkomen dan gemiddeld. En dan zijn die prikkels niet alleen het fysieke niveau. Dus de fysieke prikkels die je kunt voelen. Dus je denkt aan spanningen waarnemen. Meer behoefte aan bijvoorbeeld rust ook. Aan echt daarin goed voor jezelf zorgen. Maar ook prikkels die je binnenkrijgt op emotioneel niveau. Dus denk aan, ik zet mijn geluid iets zachter. Want ik hoor elke keer wat dubbel. Horen jullie mij nog zo? Ja, er was iemand aan het, er was geluid aan bij iemand. Misschien even checken of iedereen zijn geluid uit heeft. Ja, dan was dat het denk ik. Nou goed, dus je hebt HSP is goed om te bekijken vanuit dus de 5 holistische niveaus. Heb je emotioneel, dus dat je bijvoorbeeld emoties kunt overnemen, maar ook dingen sneller aanvoelt of dingen harder binnenkomen. Mentaal niveau wil bijvoorbeeld zeggen op hooggevoeligheid dat je ook gedachten kunt overnemen, dingen heel helder kan ervaren. Energetisch is vaak het lastigste stukje bij HSP'ers. Dat is namelijk het snel leeg kunnen lopen. Dus zit je bij andere mensen in de ruimte dat je ineens merkt, ik word moe. Dan heeft dus met je energiebatterijtje te maken. Maar ook energieën van anderen overnemen. En spiritueel niveau wil dus eigenlijk aangeven van ja, wat voel je eigenlijk ook als zielsmissie en spirituele mensen op spiritueel niveau. Dus het HSP-stuk zie je vaak dat mensen hebben een supergroot hart. Die enorm graag ook voor anderen er willen zijn. Die echt voelen, hé, maar ik heb een zielsmissie. En ook ik heb dat pas, ik denk, nou ja, iets van 10 jaar, 15 jaar geleden ontdekt. Maar als kind was ik dus ook heel hooggevoelig. Alleen, ja, was daar gewoon geen ruimte voor. Mijn ouders waren super nuchter. Mijn vader tandarts, moeder is in het onderwijs. En dan stond ik naast mijn moeder die de aardappels stond te schillen. En dan voelde ik gewoon haar verdriet of voelde ik haar pijn. En dan zei ik, hey mam, was ik misschien een jaar of 5, 6. En dan zei ik, wat is er mama, ben je verdrietig? Ik ben helemaal niet verdrietig, want er werd niet over emoties gesproken. Nu is dat tegenwoordig natuurlijk wel meer. Dus merkte ik ook als HSP-meisje, wat ik toen nog niet zoals die naam noemde, is, oh, ik zal het wel niet goed hebben gevoeld. En dat zie je vaak bij HSP'ers ontstaan. Ik weet niet hoe jouw reis is geweest. Hanneke, is leuk om er misschien ook even naar te vragen. Maar is dus dat je dan dus ook nog sterker die gevoeligheid kan ontwikkelen. Ook in een stukje, ik ben niet goed genoeg. Ik ben anders. Ik hoor misschien niet helemaal bij. Ik kan misschien niet helemaal meekomen met de snelheid. Alle ballen hoog houden. Dus het meten aan anderen kan voor HSP'ers soms best pittig zijn. Hoe heb jij dat ervaren, Hanneke? Ja, het is... heb ik ook net zo ervaren. En ik vond het ook zo mooi wat je zei over je moeder aanvoelen. Het is zo mooi aan kinderen. Die leren namelijk ook, dus naast dat je hooggevoelig bent, hebben kinderen nog iets anders. Die leren door naar gezichtsuitdrukkingen te kijken. Dat zijn wij natuurlijk nu op dit moment een beetje verleerd. Maar dus niet alleen dat je het voelt, maar je ziet het ook nog aan iemands gezichtsuitdrukking. Dat vond ik nog wel mooi om te vertellen. Dat voor alle ouders...
van jonge kinderen misschien ook. Ja, de kids letten echt op jou, ook baby's al, op hoe je mond staat of je frons hebt. En dat is ook wel een van de tips die ik straks ga geven van, om die spanning los te laten. Gewoon, we houden zoveel spanning vast en zeker als HSP'er. Als je, volgens mij gebruikte jij dat woord ook in onze podcast, Marjolein, container. Als je container niet helemaal gesloten is, kan je nog meer spanning aantrekken. Maar hoe ik dat ervaar heb, ja, ook zo. Altijd mezelf anders gevoeld, niet begrepen waarom ik toch zo vaak en zo snel moe werd. Maar ook hele pieken had met dansen, zingen, heel, heel creatief zijn. Maar ook echt zo snel uitgeput, me niet op mijn gemak voelen ergens, niet bang in het donker, bang echt, ja, echt bang in de trein. Gewoon, ja, bij mij uitte het echt zich in angst ook. Of bijvoorbeeld op straat, ik weet niet of jij dat ervaart, van dat je op straat ook iemand eerder ziet of voelt, waardoor je ook het gevoel hebt om een boog om iemand heen te lopen. En ik denk, ja, tijdens mijn studententijd begreep ik niet waarom ik als enige niet elke avond uit kon gaan. En maar ik was wel sterk genoeg. Of in die zin, ik trok me niet, ik ging niet over mijn grenzen heen. Dus ik kon daar redelijk goed naar luisteren. Omdat ik gewoon een avondje in de kroeg, hoe gezellig ook. Mm-hmm. En wijn erbij, ja, die dag daarna ben ik gewoon niks waard. Ja. Weinig slaap, alcohol. Misschien is het mooi om daar ook op in te gaan. Want je hebt eigenlijk vier types voor hooggevoeligen. Je hebt de introverte types en de extraverte types. Dus ook dat is misschien even leuk om mee te nemen hierin. Want HSP'ers werden vroeger nog inderdaad weggezet als de muurbloempjes. Die niet tegen prikkels konden. Die nergens naartoe wilden gaan. Toch ook wel de gevoelige types. Heb je haar weer, want die moet weer huilen of wat dan ook. Maar eigenlijk is hooggevoeligheid veel breder dan dat. En zeker denk ik in deze maatschappij waarin 18% van de Nederlandse bevolking te maken heeft met een burn-out. Zie je toch ook, denk ik, dat cijfer van HSP, voor mensen die gevoelig zijn, eigenlijk stiekem toch ook wel wat hoger ligt. En ook omdat mensen dan al gauw in een bepaalde generalistisch gaan kijken. Oh, dat moet zo'n type zijn. Maar als je kijkt ook, je hebt de HSP-types die extravert zijn, die bijvoorbeeld heel erg de trailseekers kunnen zijn, die dus juist de beleving opzoeken, juist prikkels nodig hebben. Je hebt de HSP-types die, de extraverte types, maar wel met een voet op de rem. He, dus zoals jij eigenlijk een beetje omschrijft, in die fase in je leven, want dat kan natuurlijk ook nog per fase verschillen, is, oh ja, ik ga naar de kroeg, maar de dag daarna ga ik even weer tot rust komen. Dus één voet op het gaspedaal, één voet op de rem. Dan heb je de introverte rustzoeker, die eigenlijk altijd graag alleen is, die graag de natuur in gaat, die echt die rust pakt. En dan heb je de introverte belevingszoeker. En dat is ook een introverte iemand, maar die wel af en toe die beleving opzoekt. Maar liever niet te veel in groepen, maar ook vooral voor jezelf. Het is ook leuk voor jezelf om eens te kijken, hey, waar herken ik me dan in? In welk van die types? En misschien ook wel in bepaalde fasen in mijn leven. En dat maakt dat HSP eigenlijk veel breder is dan dat mensen vaak denken. Het is niet een klein hokje waar je in moet kijken, maar veel meer eigenlijk in een breder perspectief. Dus het kan best zijn dat je in sommige delen van ons verhaal wat wij gaan meegeven herkent, in andere stukken denkt, oh ja, nee, maar daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus voel even ook in de self-care tips waar je zit. Dus ik dacht, dat wil ik nog aangeven, want ik was ook wel heel erg, had ik de fear of missing out, de bekende FOMO, heel erg juist naar buiten toe. Tot ik op een gegeven moment merkte van, oh ja, maar nou loop ik mezelf weer voorbij. Dus dan mag ik weer die voet op de rem zetten. En ik denk daarin de balans gaan vinden wat jij op al die holistische niveaus nodig hebt. Dus hè, wat heb ik fysiek nodig? Hoe voel ik mij in balans op emotioneel niveau? Hoe voel ik mij mentaal? Wat kijk ik? Wat luister ik liever? Hè? Journaal misschien niet kijken, maar meer dat je dat beluistert. Of op nu.nl kijkt. Energetisch, hoe zorg ik voor mijn energie? En spiritueel, wat is eigenlijk mijn zielsmissie en hoe volg ik die? Dus veel meer die
tips. Dus op ook al die holistische niveaus. En in welk type herken jij je, Hanneke, het meeste? Ja, ik denk toch wel introvert. In de derde of zo, geloof ik, die je noemde. Introverte rustzoeker of introverte belevingszoeker? Oh nee, ja, die dan. Introverte belevingszoeker. Ja, ja. Want en waaruit ben... graag alleen willen zijn ook? Ja, het is heel grappig, want ik woon... mijn vriend is juist het tegenovergestelde. Die is ook... zal hij niet van zichzelf direct zeggen, maar ik herken hem. Ja, hij is echt super hooggevoelig. Maar hij laat juist weer ook op door naar feestjes te gaan en sociaal te zijn. Dus hij is echt dat die prikkelzoeker. Ja, 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 leuk. Leuk om dat voor jezelf te zien. Ja, ik zit denk ik veel meer naar extraverte kant en dan wel de rustzoeker. Ik heb echt wel soms de voet op het gaspedaal en soms de voet op de rem. En af en toe vliegjes uit de bocht. Maar meestal gaat dat eigenlijk best wel vanuit balans. Maar ja, mooi om te zien dat je soms ook merkt van, oh ja, dat je dus ook die prikkels soms nodig hebt. En dat je kunt kijken voor jezelf. Ja, wat is nou een goede balans? Wat werkt voor jou goed? Ja, want jij zit ook in de Ayurveda. Dus kan je daarin, Hanneke, ook misschien de types omschrijven met die Ayurveda? Kan je daar misschien iets aan linken? Puur gewoon even nieuwsgierig hoor. Ik heb geen idee. Misschien overval ik je wel. Nee, dat niet. Maar HSP aan zich is een type. Dus binnen Ayurveda heb je drie types. Vata, Pitta, Kapha. En dat zijn energiesystemen. Dus die heeft Ayurveda bedacht om energie te bestuderen. In de natuur, maar ook in ons. In de dag, in tijd. Dus het is net als als je managementtypes hebt. Kleuren heeft Ayurveda, noemt die energiesystemen doshas. En hooggevoelig is het dosha Vata. En wat Ayurveda doet, is ze werken heel veel met elementen. En ook weer als paraplu. En de elementen die bij Vata Dosha horen zijn lucht en ether. Nou, dat zijn... Ik denk al dat als ik die woorden uitspreek, zul je voelen dat lucht en ether, dat is datgene wat we niet zien, wat niet tastbaar is. Bijvoorbeeld ten opzichte van de andere elementen. Vuur, water, aarde, dat is heel tastbaar. Zijn lucht en ether zijn niet tastbaar. En hooggevoeligheid is vata dosha. Dus je hebt een grote hoeveelheid vata dosha in je lijf, in je constitutie, zoals ze dat noemen. Dus zoals je geboren wordt. En zoals jij ook zo mooi zei, het is echt wetenschappelijk bewezen. En het heeft alles te maken met het zenuwstelsel. En dat is gewoon voor HSP'ers het allerbelangrijkste om dat zenuwstelsel niet te overprikkelen. Dus vanuit Ayurveda zijn daar juist heel veel tips voor om dat zenuwstelsel zoveel mogelijk te ontlasten. Mooi. Mooi. En heb jij al wat tips? Want ik zit ondertussen echt smullend naar je te luisteren. Zullen we daar ook eens naar kijken? Want ik denk zeker ook... er werd een vraag aan ons gesteld ten aanzien van... hoe ga je als HSP'er nu ook met alle aankomende coronaregels onder andere om? Nou, we gaan de winter in, et cetera. Misschien is het leuk dat we daar al wat aan beginnen. Hanneke, wil jij van start gaan? Ja, ik ga. Zal ik gewoon wat tips eerst delen? Ja. En als er vragen komen, dan kunnen we elke keer een beetje even stoppen. Maar mijn allereerste tip die ik heb is een hele goedkope tip. Een hele essentiële, maar die toch bij veel mensen een ondergeschoven kindje is. En dat is slapen. Want in slapen kan jouw zenuwstelsel zich helemaal ontladen en weer opladen voor de nieuwe dag. Dus zie dat zenuwstelsel ook echt als de harde schijf van je lijf. En slapen is echt het ultieme manier om die harde schijf te resetten. En op het moment dat je dat je lichter slaapt of minder slaapt, dan zul je ook merken dat je, ik merk dat in ieder geval heel erg, dat je de volgende dag nog hooggevoeliger kunt zijn dan dat je normaal bent. En dat is omdat slapen verstevigt heel erg je... Hoe zou ik dit concreet uitleggen? Nou, het verstevigt heel erg je aura, je energieveld.
Het helpt je om je voet op de grond te zetten. Het geeft het element aarde heel veel, onder andere. En op het moment dat je weinig slaapt, is het alsof je, althans zo ervaar ik dat, alsof je hele beschermlaag minder is. Die heb je gewoon tijdens je slaap niet goed, of tijdens je onderbroken slaap niet goed opgebouwd, waardoor je nog meer binnenkrijgt. Ik merk dat bijvoorbeeld heel erg met geluiden. Ik ben super gevoelig voor geluiden. En misschien herken je het, ik herken het van vroeger uit mijn studententijd, als ik dan veel gedronken had, dat ik ook slechter sliep natuurlijk, maar dat ik ook de volgende dag veel gevoeliger was voor licht. Nou, dat is ook zo'n reden, weet je. Je lichaam breekt gewoon af van alcohol. En voor hoogsensitieve mensen is juist die opbouw zo belangrijk, die beschermlaag. Dus slapen is het allerbelangrijkst. Ik zie een vraag binnenkomen. Ja, twee vragen, maar die andere die kunnen we heel even parkeren, denk ik. Hè? Want er is een vraag over, kan HSP en tegelijkertijd autisme hebben? Ja, natuurlijk kan dat zo zijn. Nadine schrijft ook, naar mijn idee, kan HSP overgevoeligheid een kenmerk zijn? Maar deze vraag wou ik even stellen, Hanneke. Zijn er misschien tips om ook beter te slapen? Ik heb wat moeite met inslapen. Heb je daar ook wat tips voor? Zeker. Ja, moeite met inslapen is vaak gekoppeld aan moeite hebben met loslaten. Dus vaak in Ayurveda en in cyclisch leven, of het algemeen, cyclisch leven is onderdeel van Ayurveda, heb je twee soorten energie als basis. Dus naast de doshas heb je twee belangrijke soorten energie. En dat is de yin-energie van de nacht en de yang-energie van de dag. En dat is heel simpel. Elke dag gaat de zon komt op, dat is de yang-energie, die geeft ons licht, die geeft ons leven. Denk maar aan de bloemen die opengaan met de zon. En er is die nachtenergie, de yin, en dat is de voeding. Op het moment dat dat die yin en de yang uit balans zijn, kan het zijn dat je moeite hebt met inslapen, omdat de natuurlijke lichaamsintelligentie, dus de natuurlijke slowdown, het vertragen, dat kan verstoord zijn. Dus ik zou heel erg kijken naar je activiteiten overdag. Dus, en kijken of je daar meer yin aan kan toevoegen. En daarmee bedoel ik meer wandelen in de natuur. Dat komt ook als tip. Een inkoppertje, en iedereen weet, maar het is echt schermen uit vanaf 8 uur, 9 uur. In ieder geval actieve schermen. Je wil het liefst vanaf 6 uur geen denkwerk meer hoeven te doen. En ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, Marjolein, maar nu, tegenwoordig kan ik het iets beter, maar ik kon ook vroeger echt niet slapen, een half jaar terug, als ik een webinar of een Insta Live had gegeven, omdat ik dan zo aanstond. Dus zodat Yang heb gebruikt ook om op te letten natuurlijk, het is vrij intensief te luisteren. Herkenbaar. Er komt nog een vraag, ook over slapen, Hanneke. Dus ik geef hem ook even aan jou, want jij bent nu zo in slapen bezig. Ik denk mooi om die ook aan jou te geven. Nicole, jij schrijft, vaak heb ik juist dat ik veel in de lichte slaap blijf. Ik droom veel en vaak ook verkrampt. Hoe zorg je dat je ook in de diepe slaap komt? Ja, eerder naar bed. Sowieso eerder naar bed. Geen Netflix, geen hele snelle dingen voordat je gaat slapen. Voeten insmeren met olie kan heel erg helpen. En dat komt omdat je lijf kan maar één aandacht op één plek. Dus op het moment dat je je voeten gaat masseren, ga je uit je hoofd. En olie is in Ayurveda de manier om op te bouwen. Dus dat is een verhoogd element aarde, verhoogd veiligheid. Want wat voor mij zegt, als je niet diep slaapt, durf je eigenlijk niet helemaal over te geven. Dus is er iets in jou wat meer veiligheid, meer zwaarte nodig hebt. Dus ik zou echt dan werken met die zwaarte van olie, voeten inmasseren en vroeger naar bed. Omdat slapen heeft natuurlijk een aantal fases. En dat is net zoals bij kids, kun je ook gaan variëren in bedtijd om te kijken van of ze dan anders wakker worden. Maar over het algemeen voor HSP'ers geldt om 10 uur slapen. En dat is soms best een uitdaging, maar dat is echt het allerbeste medicijn wat je jezelf kunt geven. Om 10 uur slapen, ja. Ja, inderdaad. Hier ook. Heb je een tip voor te gaan slapen als je vroeg slapen geen optie is? Nou, misschien doe jij misschien ook leuk om te weten. Ja, wat ik doe is, ik heb echt mijn eigen ritueel ook voor het slapen gaan. Hè? Dus dit is
Als het inderdaad met een nachtdienst niet uitkomt. Ik zie al een aantal mensen die zeggen, ja, het is moeilijk om in je ritme te komen. Kijk eens of je daarin ook je eigen rituelen kan ontdekken. Ik zie hier als tip, Jitka, jij geeft bijvoorbeeld yoga nidra als tip. Ja, ik ben van tevoren, voor mij is mijn ritueel echt douchen voor het slapen gaan. Dat ik echt al alles loslaat. Ja, dan ga ik mezelf reiki geven. Ik heb heel erg vanuit Els van Stijn, de fontein, zie ik dan mijn ouders voor me. En dan de lijn daarachter. En dan stel ik mijn voorouders voor. En dan dank ik de dag. Dus ik sluit ook heel bewust af. Dus dan dank ik voor alles wat er is geweest. Ik heb edelstenen naast mijn bed die me helpen om die rustig en die veiligheid zeg maar, te hebben. Gewoon je eigen rituelen die je daarin kan ontdekken. Ik denk dat dat heel belangrijk is wat voor jou persoonlijk ook werkt. En voor mij is dat, heb ik dan ook echt mijn eigen houding. Dus ik lig op mijn zij, ik geef zo mezelf reiki. En dan lig ik echt in zo'n feutshouding. Dan heb ik echt zo'n heel klein kokonnetje nog net waar mijn hoofd uitkomt. Het klinkt stom, maar dat zijn wel kleine dingen die een soort van extra veiligheid en geborgenheid geven. En voor mij helpt dat. Dus ook een wat zwaardere deken. Dat vind ik heerlijk. Dan kan ik me er helemaal in nestelen. Ik zie een aantal hier schrijven. Oh, ik schrijf alle tips op. Hartstikke leuk. Maar ontdek inderdaad. Marleen zegt ook na de meditatie inderdaad ook de reiki. Ik vraag ook om een goede nachtrust. En de volgende ochtend uitgeslapen wakker te worden. Nou Marleen, we hadden elkaar inderdaad nog even op Insta vandaag live. Inderdaad. Kijk ook inderdaad wat voor jou werkt. Dus neem lekker deze tips op. En misschien leuk om even aansluitend aan Hanneke te zeggen. Slaap valt dus onder, als je het even holistisch bekijkt. Want we trekken eigenlijk samen, Hanneke en ik, de Ayurveda en de holisme samen. Valt het dus onder fysiek niveau. He, dus goed zorgen voor jezelf op fysiek niveau is dus ook dat slapen. Maar dus ook bewegen. Want ik merk op dagen dat ik veel sport of gewoon lekker de natuur in geweest ben, dat ik ook lekkerder slaap. Of misschien 's avonds, ook juist als het dit weer is, even naar buiten nog in de avond. Dat is ook super fijn. Even die buitenlucht, dat doet ook heel veel met je. Dus slapen, gezond eten. Merk ik dat ik ongezond eet, slaap ik ook slechter. Dus ook dat is weer zoiets. Ik weet niet of anderen daar ook last van hebben. Maar op pizza, nou dan kan ik, of waar veetzin of zo in zitten, bij chips. Nou dan bolognese chips, dan heb je me helemaal. Dan slaap ik ook super slecht. Allemaal rare, vage dromen. Dus dat kan ik beter niet nemen. Dus het is misschien gek, maar ook dat is mooi om op te letten. Dus mooi om dat ook even mee te nemen. Het is helemaal niet gek, Marleen. Superleuk dat je dat nog even zegt. Want zenuwstelsel en spijsvertering spelen natuurlijk ook een hele grote rol met kunnen slapen. Dus als ik consulten geef of mensen spreek, dan vraag ik ook altijd van wat is het tijdstip wat je eet? Want soms met als je laat eet, is je lichaam nog te veel bezig met verteren. Ja, want inderdaad worden hier ook wat vragen gesteld, Anneke. Ik zit even in de chat te kijken. Ja, een zware deken is zo fijn. Oh ja, die deken die heb ik ook. Is juist fijn om dat van jezelf te weten, zegt iemand. En hier inderdaad, hoe kom je erachter waar je niet goed op gaat in de slaap? Heb je een voedingsdagboek bijgehouden? Ja, Marleen, want ik had inderdaad, ja, ik kan niet goed tegen gluten. Ik kan niet goed tegen lactose. Ik kan niet goed tegen vlees. Weet je, er zijn bepaalde dingen waar je op een gegeven moment achterkomt. Die denk, goh, ik heb toch wel vaker last van mijn buik. Dus op een gegeven moment dacht ik ga naar iemand toe. Nou, ik ben naar iemand toe geweest. Hier zegt Patrick bijvoorbeeld, intermittent fasting doe ik het heel goed op. Ja, ik eet dus ook niet meer na 8 uur. Nee, na 6 uur 's avonds eet ik niet meer. Dus inderdaad, ga eens ontdekken ook Marleen hoe dat voor je werkt. Dus je kan bij hele basisdingen beginnen. En inderdaad, zoals Patrick, ja, ik doe ook aan intermittent fasting. Ik eet ook niet meer na 6 uur 's avonds. Want dan krijg ik inderdaad ook wat Hanneke zegt. Het is allemaal veel te druk nog dan. Ja, veel HSP'ers, bijna alle HSP'ers, hebben ook een hele gevoelige spijsvertering. En dat heeft te maken met, omdat je zoveel indrukken verteert, dus alles wat je binnenkrijgt, niet alleen voeding, maar ook alle indrukken, die moeten verwerkt worden. En op het moment dat je, ik noem jou bolognese chips, die kruiden erin, vetzin gebruikte jij, zei je ook, die geven heel veel stimulatie, maar dat wil je juist niet. En heel veel vata-types
kunnen ook niet tegen bewerkte voeding. Dus alles wat bewerkt is, herkent je lijf niet. En ja, daar raakt het een beetje van overstuur. En je wil juist die, het zenuwstelsel kalmeren. Dus ja, zeker herkenbaar en helemaal niet gek dus. Oké, mooi, dankjewel. Ja, ik ben maar heel open hoor, dus ik geef het ook maar aan. Er komt nog een vraag van Trace. Dus we hebben nu fysiek niveau redelijk gehad. Gaan we zo verder op andere tips en natuurlijk ook de andere holistische niveaus. Trace die schrijft hier, een vriendin is HSP en lijdt al meer dan de helft van haar leven aan ernstige ME. Ligt al 20 jaar op bed. Kan Ayurveda verlichting bieden? Hanneke. Zeker. Zeker. Maar dat is wel een langduriger traject. En echt één op één coaching. Ja. Ja. En ze stelt ook nog de vraag, zijn er bij Zoma mensen die hier ervaring mee hebben op therapiegebied? Nou ja, het is denk ik vooral ook belangrijk, Trace. Jazeker, als holistisch therapeut kijk je dus naar alle niveaus. En kijk je ook, hey, wat speelt er op al die vlakken? Hè? Dus fysiek, emotioneel, mentaal, energie, spiritueel. En Ayurveda bekijkt dat natuurlijk ook holistisch. Dus ja, zeker, Trace. We kunnen straks onze mailadres ook geven en dan kun je ook die vraag nog even aan ons stellen. Wendy, jij stelt ook nog een vraag. Ik slaap goed in, maar vanaf 5 uur in de ochtend kom ik meestal niet meer in slaap. Ik ben dan heel onrustig in mijn hoofd. De gedachten starten al over de dag. Ik ben dan een soort van het overzicht kwijt. Hoe zie jij dat, Hanneke? Ja, dat is weer echt een Vata-tijdstip. Dus Ayurveda deelt de dag ook op in energieën en die koppelt dat weer aan dosha's. En dat is, ja, het is helemaal niet erg als je om 5 uur wakker wordt als je vroeg naar bed bent geweest, bent gegaan. Maar ik begrijp uit jouw vraag dat het voor jou heel irritant is. Ja, mijn advies is echt om vroeger naar bed te gaan. En het kan ook echt helpen. Om te kijken of je misschien overdag te veel thee drinkt. Want dat is iets wat ik heb gemerkt dat heel veel aanzet. Want we zijn heel dol geworden op kruidenthee. En soms is dat een beetje te veel. En kan dat onze organen zo aanzetten en zo aan het werk zetten dat we daardoor een soort uitputting krijgen. En vooral zie ik dat bij heel veel vrouwen, omdat we zoveel thee zijn gaan drinken, die om 5 uur 's ochtends wakker worden. En je kunt ook aan de slag gaan met rauwe voeding uit je dieet te schrappen. Maar vooral, wat Marjolein ook vertelt, haar rituelen. Dus een Vata-dosha. Dus die HSP'er die wil het liefst zoveel mogelijk houvast in de dag. En dat betekent dingen op vaste tijdstippen doen, zodat het gevoel van veiligheid vergroot wordt. En dat is ook hoe Marjolein aan mij haar ritueel omschrijft. Zijn manieren van haar om zich zo veilig te voelen, dat ze zich over kan geven aan de nacht. Dat ze durft los te laten. Dus zij troost, zij voelt een... Ja, warmte. En grappig genoeg is warmte iets wat veel HSP'ers ontbreekt. Bij veel HSP'ers ontbreekt. Dus koude voeten, koude handen. Er zijn ook van die tekenen dat je dat je vata heel hoog is. Ja, dus ja. Veel meer warmte. En dan zie je dus op fysiek niveau, aansluitend op Hanneke, de tip altijd voor HSP'ers is aarde. Goed gronden, goed zorgen dat je in je lijf bent. En ook dat helpt met die structuur erbij, de rust erin, het regelmaat. We kennen het allemaal. Maar inderdaad, goed gronden, goed in je lijf zijn. Fysiek ook heel bewust in het nu aanwezig zijn. Dus ben je aan het strijken, dan ga dan heel bewust die activiteit, ga dan heel bewust strijken. Dus de dingen die je doet met aandacht, anders merk je inderdaad als luchttypes die... Ze noemen dat niet voor niets wat zweverig. Stijgen wat op. Dan vind je op een gegeven moment de autosleutels in je koelkast terug. Dus dat zijn momenten dat je denkt. Oh ja, 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 inderdaad. Even goed de beide beentjes op de grond. Goed in het hier en nu. En fysiek niveau helpt mij bijvoorbeeld ook die fysieke beweging daarbij. Dan kom ik ook wat beter in mijn lijf. Het wandelen. Inderdaad de voeten insmeren. Dat zijn echt van die dingen die mij daarin dus ook heel erg helpen. Dus tips op fysiek niveau. Heb jij nog andere tips op fysiek niveau? Want ik wil ook zo naar emotioneel niveau.
Jazeker, ik had ook opgeschreven dansen, zingen, sporten inderdaad. Ja, je ogen. Ik vind je ogen rust geven heel erg belangrijk, omdat dat nog wel eens over het hoofd gezien wordt. Dus voor mij zit de kunst of de voordelen van mediteren is niet alleen dat de rust in het hoofd, maar ook vooral in het ogen sluiten. En ja. Dat is echt iets, ja, dat als je dat bij jezelf oefent, dat die donker even naar binnen gaan, dat is yin. Je hebt me over yin horen vertellen, over opladen. Maar onze ogen zijn de hele dag bezig met registreren. Ze zijn de hele dag signalen aan onze hersenen aan het geven. Ja. En dat kunnen we niet meer bijbenen. Dus alles is zo snel gegaan. Dat is echt in mijn optiek nummer, wel echt zo'n grote oorzaak van overgevoeligheid en het niet meer kunnen bijbenen. En het heeft effect op alles in je lijf, want je gaat verkrampen. Ik zie ook knijpen met de ogen, maar ook zoveel spanning daarvan in het gezicht, omdat je zo gericht bent op een scherm. En dat er zoveel informatie vaak tegelijkertijd op een scherm, vanuit een scherm komt. Ja, een praktische oefening voor mensen die reiki beoefenen of energetisch werk doen. Dus even die handen op je ogen leggen en jezelf dus energie geven. Dat is zo lekker, dan voel je de ogen ook lekker ontspannen. Of een warmtecompress of een koucompress. Maar lekker inderdaad ook die ogen verwennen. Inderdaad, wat als je moeite hebt met je ogen dicht houden. Er zijn mensen, Puk, die bij meditaties graag hun ogen open hebben. Voel daarin wat je daarin fijn voelt, Puk. Dus mooi om dat te ontdekken. Welke tips nog meer op fysiek niveau, Hanneke? Want ik ben ook benieuwd naar de andere tips op de andere niveaus. Op fysiek niveau had ik dus ook dansen. Zingen, sporten. Schreeuwen, met je handen werken. Ja, in de tuin werken, fysiek bezig zijn, aarde. Ja, je af en toe eens naar een massagetherapeut. Het klinkt gek, maar ik merk dat veel HSP'ers, zie Patrick, knikken. Kom naar hem. Nee, maar zonder gekheid. Veel HSP'ers hebben toch onbewust ook best wel wat spanning in het lichaam. Dingen die je opneemt, dingen die je misschien van de omgeving opneemt, waarneemt. Dus ook een massagetherapeut, de yoga, reiki, kan je allemaal helpen om nog beter in dat lijf te komen, maar ook je lichaam goed te verzorgen. Dus denk ook aan de verzorgingsproducten, de lekkere douches. Wees lief voor je lichaam. Je lichaam is ook dat, ook je tempel. Dus verzorg dat ook goed. Dus met liefde en aandacht naar een holistische massagetherapeut of zoiets. Dat kan zeker heel erg werken. Dus vind daar ook eer je eigen rituelen in. En kijk wat daarin werkt. Andere tips nog, Hanneke? Fysiek niveau. Op fysiek niveau, in bad gaan. Ja, jij noemde ook wel douchen. In bad gaan is echt zo. Is warmte en is, ze vergelijken het ook wel echt met teruggaan naar de foetus. Dus gewichtloos zijn, daarmee zwemmen ook zo fijn. Je hoeft even geen verantwoordelijkheid te dragen. Plus het warmte-effect helpt je echt spanning los te laten. Maar ook dat, echt dat moedergevoel. En het moedergevoel is het element aarde. En dat is het element van verzorging. Dus ook de sauna, de verzorgingsdagjes. Ja, dat kan natuurlijk ook. Mooi. Emotioneel niveau. Dus hoe zorgen wij, welke tips hebben we op emotioneel niveau? Misschien ook, ik ben altijd voorstander om te zeggen, seek the good company. Dus zorg dat je mooie, gelijkgestemde mensen om je heen hebt, waar je emotioneel ook je verbonden mee voelt, die misschien ook wel dezelfde waarden hebben als jij, waar je voelt dat er een diep lijntje is, waar je hart van straalt, maar ook doe de dingen emotioneel gezien waar je blij van wordt, waar je het voelt stromen. En aan de andere kant dus ook een stukje emotieregulatie. Ik merk dat ook veel HSP'ers nog wel eens emoties opnemen van anderen. Dus let daarin ook goed op. Hey, kan ik dat ook loslaten? En kan ik ook zien dat datgene wat bij de ander ligt, bij de ander mag blijven. En dan ga ik meeleven in plaats van meelijden. En dat is wel een groot verschil. Dus ik kan er wel voor een ander zijn. Maar in feite kan ik er niet voor een ander zijn als ik heel erg mee ga huilen. Maar wel als ik de ander hoor, de ander zie,
aanwezig ben. Ik hoef niets te fixen voor een ander. En vaak zie je daar in dat stukje een patroon voor HSP'ers op emotioneel niveau nog wel eens zichzelf gaan wegcijferen of zichzelf gaan weggeven, de ballen hoog houden. Maar weet, uiteindelijk heeft niemand wat aan je als je straks niks meer kan. Dus goed emotioneel ook voor jezelf zorgen betekent dus loslaten van dingen die je misschien nog wel vasthoudt op emotioneel niveau, maar ook vooral de dingen doen waar jij blij van wordt. En dan hoort huidhonger, het stukje op emotioneel niveau, ook bij. Dus dan komen we ook weer bij een massagetherapeut of wie dan ook, of de knuffels of fysiek contact. Is zo ontzettend belangrijk. Ook die koestering waar Hanneke het over had. Is niet alleen in de warmte, maar is ook in het contact wat je hebt met anderen. Wat heb jij op emotioneel niveau nog voor tips, Hanneke? Ja, ik had ook opgeschreven: omring je met gelijkgestemden en zoek support. Of zoek mensen waarbij jij je gedragen en geïnspireerd ook kan blijven voelen. Ik vind het ook leuk dat jij zei: doe wat je leuk vindt. Nou, zoek ook dingen die je leuk vindt, want dat is eigenlijk, dat is net zo'n belangrijke self-care tip. Om je immuunsysteem bijvoorbeeld ook te boosten. Onderschat nooit, ik vertelde al even over kou. Sommige HSP'ers kunnen heel kouwelijk zijn. En burn-out, natuurlijk letterlijk het vuurtje opgebrand zijn. En daarom is het zo belangrijk om het vuur ook te laten branden. En plezier is zo'n emotie, joy is zo'n emotie die vuur laat branden. Dus ook mensen met wie je kunt lachen. Ja, echt zo'n palet aan mensen om je heen. En ja, zoals Marjolein zegt, zoek ook echt uit wat jouw hart sneller doet kloppen. Ja, mooi. En misschien ook even voor mensen die bekend zijn met de trillingen. Dus de Schumann-resonantie gaat dus ook over dat je ziet dat bepaalde emoties dus ook een lagere frequentie hebben. Dus denk aan boosheid, verdriet. En dat dus trilling als dankbaarheid, liefde, joy. Dat dus weer ook een hogere trilling geeft. Dus kijk ook van, hey, wat kan ik loslaten? Wat kan ik doorleven? En hoe kan ik mijn trilling hoog houden? En dat zit dus ook weer voor mij in die rituelen verpakt. Is nou dat stukje dankbaarheid. En dat ik denk aan de mensen als ik 's ochtends opsta. En als ik 's ochtends, als ik 's avonds naar bed ga. Dan stuur ik ook liefde naar mensen die het nodig hebben. Dan denk ik aan de mensen en denk, jeetje, wat fijn om zoveel gelijkgestemden te kennen. Ook vanuit zomer, maar vanuit waar dan ook. En dan maak ik die verbinding en dan stel ik me dat zo voor me. Denk, oh, al die lichtwerkers. Ik heb hier ook een gezellige kaarsje aan over lichtwerkers gesproken. Maar dan zie ik dat zo helemaal voor me. En dan, ja, dan voel ik ook die trilling. En dat is voor mij ook weer die veilige trilling. Dat is de trilling waar ik vanuit in die flow kan leven. Dus ja, dus dat hoort dus ook allemaal weer bij elkaar. Dus emotioneel niveau is ook heel belangrijk daarin. Even kijken, er werd hier nog een vraag gesteld over gelijkgestemden. Dus die zal ik even bij je pakken, Hanneke. Ja. Er wordt gevraagd, hoe maak ik contact met gelijkgestemden als je het lastig vindt om contact te leggen met anderen? Ik ben niet verlegen aangelegd en ik praat vrij, maar ik vind het lastig om vriendschappen te sluiten. Dat is inderdaad een... een uitdaging doen, ja. Misschien ook goed om in Facebook of in Insta of bij zomeropleidingen bijvoorbeeld een community. Jij hebt ook een community, Hanneke, weet ik. Is ook daarin gelijkgestemden te vinden. Kijk, want ja, weet je, waar word jij blij van? En dat zijn vaak de mensen die... die dezelfde dingen delen als jij, die dezelfde waarden hebben, die ook vaak dan bijvoorbeeld hooggevoelig zijn. Dus is misschien ook mooi om naar te kijken. Ik weet niet of jij nog een tip hebt voor Dunja, Hanneke, hierin? Ja, wat ik echt heel veel zie gebeuren als ik een workshop geef. Die herkenning was net ook een vriendin bij mij op bezoek en die was net op een retreat geweest en die zei ja... Alleen maar gelijkgestemden om me heen. Dat was al zo'n feest van herkenning. Dus er wordt nu natuurlijk, hopelijk mogen we dat ook blijven doen. Natuurlijk wel weer op fysieke locatie iets georganiseerd. Ja. En ik zou daar echt een kijkje nemen doen, ja. Of dat
Ik ken ook vriendinnen, vrouwen die vriendinnen zijn geworden tijdens een van mijn workshops. En die nu samen naar andere workshops komen van mij of van iemand anders. Dus ja. Ja, mooi. Even kijken, dan wordt er een vraag, Birgit. Kan een koude douche of bijvoorbeeld koud watertechnieken Wim Hof goed zijn voor een HSP of juist niet? Hoe zie jij dat, Hanneke? Ja, dat is een hele mooie vraag. En sowieso is er verschil tussen vrouwen en mannen qua koud douchen. Over het algemeen kunnen vrouwen er ietsje minder goed tegen dan mannen. En Wim Hof is natuurlijk een man, dus die heeft die techniek ook wel echt ontwikkeld. Voornamelijk in mijn optiek voor mannen. Voor vrouwen kan het echt ook super hulpzaam zijn. Maar liever niet als je echt in heftig trauma zit, net voor je ongesteldheid bent, ongesteld bent. En dat komt omdat een onverwachte movement is vanuit Ayurveda heel erg vata verhogend. Dus ja. De koude douche is natuurlijk, heeft een ontzettend schrik-effect. En geeft je eigenlijk het tegenovergestelde van die warme deken. Ja, het geeft mij echt wel heel veel energie. Ik doe het vaak na het sporten. En ik vind het zo fijn, want ik kom zo uit mijn hoofd en ik kom zo in mijn lichaam. Dus het is zo heel... En daarna die warmte die dan je eigen lichaam produceert, geeft mij wel heel veel. Maar het hangt er denk ik wel af inderdaad welke fase je zit. Of je inderdaad geen trauma's hebt. En ook hoe je natuurlijk energetisch instaat. Maar ik merk dat ik het wel... jij zegt ook, Patrick, het geeft jou een energiebos. Dus misschien ook voel ook wat voor jou werkt. Hè? En ik bedoel, wat voor het ene werkt, werkt voor de ander misschien iets minder. Er komt nog een andere vraag, Hanneke. Marjolein, zijn letterlijk die stukjes op je hand? Ik heb wel eens dat ik een soort zenuwpijn krijg in mijn linkerhand als ik me gekwetst voel. Ja, Nadine, iedereen zal dat anders voelen. Wat je in je handen merkt of misschien wel in je lichaam. Zo kun je dat inderdaad op verschillende manieren merken. Dus inderdaad, ik geloof dat als je het hebt over self-care, dat is misschien gelijk een bruggetje hiervoor Nadine, is zelfonderzoek zo belangrijk. Want alle tips die wij jou nu gaan geven, die wij jullie geven deze avond, is eigenlijk onderzoeken, ook wat Marleen er straks zei, over, hoe zit het met voeding? Heb je dan eerst een soort voedingsdagboek bijgehouden? Ja, ik deed dat, omdat het voor mij heel goed werkte. Maar op een gegeven moment leer je jezelf dus ook zo goed kennen, dat je kan zien van, hé, wat heb ik nodig om goed in balans te zijn, om die mooiste versie van mezelf te zijn, om vanuit die mooiste versie die ik ben gelukkig te zijn, maar dus ook weer anderen te kunnen begeleiden. Dus ik denk dat alle tips die wij gaan noemen, ga vinken, dat ga ik uitproberen deze week. Dat niet, misschien dat wel. En ga ontdekken welke rituelen bij je passen en welke niet. En Nadine, dit stukje ook. Hoe voel jij dingen van anderen? Of als jij je gekwetst voelt, waar merk ik dat in? En zo ga je jezelf kennen. En het is een feestje als je jezelf goed kent. Want je hebt een heel leven, je hebt in ieder geval nog een hele tijd met jezelf, of in ieder geval zolang als je nog hier bent, met jezelf. En dan is het fijn om je veilig, vertrouwd en liefdevol met jezelf te zijn. En daarin dus ook ben jij verantwoordelijk voor je eigen geluk. Dus dat stukje zelfcare is dus jezelf, Nadine, dus jezelf kennen ook heel, heel mooi. Dus mooi dat jij dat zo herkent voor jezelf. Ja. Emotioneel niveau. Zullen we naar mentaal niveau, Hanneke? Ja. Mentaal niveau. Wil jij beginnen of zal ik? Wat op mentaal niveau aan self-care? Wat kun je doen? Ik heb versterk je zelfvertrouwen. Mooi. Dus werk aan die growth mindset. En dat sluit ook mooi aan bij wat jij net noemde. Want wat ook heel erg... HSP is natuurlijk al heel... Kan je heel snel overweldigd voelen. Misschien denken van, ik ga en die tip en dat uitproberen. Maar het kan ook zo zijn dat je denkt van, maar dit werkt. Dus ik vind het heel mooi dat jij dat benadrukt, dat het voor iedereen anders is. Je denkt, maar bij Marlijn werkt dit, bij mij werkt het niet. Dan zal er wel iets mis met mij zijn. En dat is niet zo. Het is alleen omdat we allemaal zo anders geprogrammeerd zijn,
is ook geen enkele tip universeel. Omdat net reageert op jou en waarin jij, ja, in welke, wat jij nodig hebt, kan alleen jij jezelf geven. En dat stukje zelfvertrouwen opbouwen, ja, dat doe je door jezelf te leren kennen. Dus fijn dat jij dat ook al zei, Marjolein. Omdat uiteindelijk, kijk, ik heb een hele grote shift in mijn leven gemaakt op een gegeven moment. Toen ik op retreat was geweest. Ik ben een aantal jaar geleden op retreat zelf geweest. Toen ik zelf nog geen retreats gaf. En dat was echt een keerpunt in mijn leven. Omdat ik daarvoor verstandelijk wist wat goed voor me was. Dus ik wist yoga dat goed voor me was. En dan deed ik yoga. Maar ik deed alles op verstand. Dus ik deed alles met, oh, ik lees in een tijdschrift deze tip. Ik lees die tip. En ik ging alles proberen. En, maar ik deed allemaal van verstand. En op Bali voelde ik me toen, op de retreat op Bali, voelde ik voor het eerst een bepaalde rust over me heen komen. Waarin ik niet meer mezelf af wilde straffen of het op goed en fout niveau mezelf dingen wilde geven. Zoals ik eerder nog wel eens met yoga, meditatie, maar ook gezond eten. Als ik dit niet doe, dan. En dat was echt een ommekeer, want vanaf dat moment had ik weer vertrouwen in mezelf. En had ik vertrouwen in van, oh, maar dit is mijn toolkit. En dit kan ik leren om mezelf dingen te geven in een bepaalde situatie. En dat is op mentaal niveau echt goud waard. En leuk om aan te haken ook nog even dat koude stukje. Ik heb vorige maand in ijskoud water gezwommen. En dat was voor mij ook zo'n ontzettende kick en boost. Voor iets waarvan je zo in je hoofd denkt van, oh, maar dit wil ik niet, dit kan ik niet. Ik wil zo snel mogelijk het water uit, want dat was echt heel lang. En die paniek ook in je lijf letterlijk voelt. Mm. En als je blijft zwemmen, dat overgaat. En ja, dat is voor mij echt dat werk aan je. Ik voelde me echt een queen toen ik uit het water kwam. Ja. En ik dacht, Jezus, als ik dit kan, nou, wow, wat kan ik er allemaal aan? Mooi. En die growth mindset voor jezelf creëren. Zo van, oké, ik ga dit uitproberen. Misschien, dus jezelf daarin stimuleren is voor mij echt super belangrijk. Ja, mooi. Er wordt hier nog genoemd het opruimen, loslaten van belemmerende overtuigingen op mentaal niveau. Vind ik een hele mooie. Dus ook als je het hebt over HSP. Ik zie veel HSP's die ook best wel streng kunnen zijn voor zichzelf. Nog wel eens zichzelf kunnen veroordelen. Het heel graag heel goed willen doen. Maar daarin dus ook je overtuigingen onderzoeken. Dus wat je toch wel vaak ziet, wat ik in ieder geval vaak bij mensen bij zo'n opleidingen ziet, zijn overtuigingen als ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg. Ja, maar anderen die voelen veel meer dan ik. Ben ik ook HSP'er? Dus twijfel, de oordelen, et cetera. En daar zoveel met liefde naar kijken, naar alle gedachten die je denkt. We denken er vanuit de wetenschap zo'n 70.000 gedachten per dag, waarvan er vaak gemiddeld zo'n 40.000 negatief. Onderzoek wijst ook uit dat dat dus ook negatief voor jou doorwerkt in je hele systeem. Maar dat je dat dus ook kan opruimen, schonen, zoals jij mooi zegt, Patrick. Waardoor je dus ook regie krijgt over je gedachten. Want je bent je gedachten niet, maar die heb je. Je bent je emoties niet, die heb je. Je bent je lichaam niet, dat heb je. Dus jij kan ook regie hebben. Dat kan helpen door affirmaties te zetten, intenties te zetten. Maar ook eens te onderzoeken van, is het waar wat ik denk? Weet je, ik kan nog wel eens, ik ben gevraagd bijvoorbeeld voor bij de gezondheidsbeurs een lezing te geven. Nou, het is natuurlijk best wel een grote beurs. En het eerste wat gebeurt in mijn systeem, ja, maar dat kan ik niet. En dan zitten mensen toch niet op te wachten. Ik daar ook doen. En je, dat gebeurt, dat is een reflex. En ik weet heus wel, dan kijk ik en dan kijk ik even van een afstandje naar mezelf. Denk, ja, is dat waar? Is het waar om dit, om hier weer in te gaan? Nee, nou, ik voor mij is humor heel erg belangrijk, heb je misschien al wel gemerkt. En dat helpt mij mentaal ook dingen te onderzoeken en dan kan ik het loslaten. En dan ben ik ook net Pippi Langkous, dat werkt voor mij. Hoe was dat ook alweer? Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
van ik spring er dan wel in. En dat is ook soms gewoon diep duiven en het super spannend vinden. Maar ook gewoon dat erkennen van jezelf en het gewoon doen. Dus ook inderdaad zo ongelooflijk veel liefde hebben op mentaal niveau ook naar jezelf toe. Maar ook mentaal niveau is natuurlijk wat jij al zo mooi zei, Hanneke. Met schermtijd, wat voor prikkels krijg ik allemaal binnen. Maar ook lees ik het nieuws of kijk ik tv. Dus ook dat komt allemaal binnen. En cognitief luister je naar, inderdaad, lees je misschien de boeken die je uitdagen cognitief. Niet alleen cognitief, maar dus ook spiritueel. Doe je aan zelfonderzoek, aan mooie boeken, podcast, et cetera. Dus dat is misschien nog wel mooi als afsluiten voor mentaal niveau. Wat hebben we op energetisch niveau? Want we zijn alweer bijna een uur onderweg, Hanneke. De tijd gaat vet snel. Oh. Ja, dus ik denk, ik ga even gauw door met de tips. We hebben dus gehad herhalend fysiek, emotioneel. Mentaal, dat zijn dus vijf onderdelen dus van de vijf holistische niveaus, wat dus de mens als één geheel ziet. Dan komen we op energetisch niveau uit, je energiehuishouding. Welke tips heb jij, Hanneke? Ja, nee zeggen. Dus dat is natuurlijk ook mentaal, want daarmee kweek je ook heel erg zelfvertrouwen. Maar op energieniveau echt nee zeggen. En dat... Jij noemde zo mooi over je gedachten en je beperkende gedachten. Ik heb heel erg geleerd ook daar ook nee tegen te zeggen, dat te trainen. Dus wel, weet je, want het is zo logisch dat ze komen. En om die ook echt uit mijn energieveld te halen. Dus ook echt, soms doe ik ook gedurende de dag werk ik gewoon zo. Dat doe jij waarschijnlijk ook misschien wel. Om het even letterlijk zo van me af te doen. Shaken vind ik heel erg lekker. Wat had ik nog meer opgeschreven? Ja, dat energie. Ja, routines. Alles om die container die je bent. Om die van energie te voorzien. En op te ruimen. Ik had ook als een van de tips voor HSP'ers. Ik weet niet waar die onder valt. Is opruimen. En daarmee bedoel ik letterlijk je huis opruimen. Maar ook fysiek en alles steeds opruimen. Dus ik probeer ook naar elke, niet naar elke, maar wel naar een telefoontje of naar een iets intensiefs. Ook wel echt even mijn container te legen om mijn energie te blijven managen. Ja, dat vind ik ook wel heel erg energetisch hoor. Inderdaad, ruim je op, dan doe je ook wat in die energie in het huis. Dat verandert ook, dus yeah. Mooi. Er wordt inderdaad ook lekker op gereageerd, Hanneke. Voor jou even leuk. Marleen zei ook heel mooi, nee zeggen tegen een ander is ja zeggen tegen jezelf. Dus dat was weer even een mooie one-liner hier. Op verlengstuk. Energiehuishouding, misschien ook nog mooi om te noemen, is dat je bewust wordt van jouw batterijtje. Dus als je vergelijkt dat jouw lichaam is als dit glas, het water wat erin zit is als je energie, is dat je gaat kijken waar loop ik op leeg en wat geeft mij energie. Dus dat is gewoon even iets eenvoudiger. Is dus ook te gaan zien, als ik 's ochtends op mijn werk kom en ik sta bij het koffiezetapparaat, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, en iemand begint tegen me te praten of ik sta op een verjaardag en ik merk, wow, ik word helemaal leeggezogen. Is toch wel goed om eens te kijken, hey, wat doe ik met mijn energie? Waar ben ik mezelf aan het weggeven? Dus ook daarin, Reiki kan helpen, energiewerk, yoga, van allerlei manieren om nog beter bij jezelf te blijven. Ik vergelijk het altijd met een boom, energetisch. Dus als je heel stevig bent, goed verankerd, met die wortels goed de aarde in, die boom die blijft wel staan. En als het dan onweert, hagelt of stormt, dus als er invloeden komen van anderen, die blijft wel staan. Dingen kunnen makkelijker van je afglijden. Heel veel HSP'ers, wat ik zie, die zijn vaak als gasprietjes. Dan ken je misschien ook wel, woe, er gebeurt wat en je wordt meegesleept. Ja, dat kan dan echt een soort van, alsof je figurant bent in je eigen film met alle prikkels die er zijn. Dus ga goed gronden, ga aarden, ga werken aan je eigen energie. En vind iets wat bij jou past, zodat jij met die energiehuishouding aan de slag kan. Maar ook kijken, ja, waar krijg ik energie van? En ook doe je dingen waar je eigenlijk constant op leeg loopt. Weet je, ik ben begonnen als therapeut. Daarna werd ik trainer. Daarna werd ik natuurlijk ging ik zomaar leiden. Oh ja, heel eerlijk. Ik was echt in die administratie en alles
organisatorisch. Ik dacht, oh, ik word hier zo niet blij van. Ik moet gewoon blijven creëren. Ik moet af en toe les kunnen blijven geven. Ik moet kunnen blijven trainen, et cetera. Dus ik heb mensen aangenomen. Die mogelijkheid kwam natuurlijk ook. Die daar goed in zijn. Dus dan zitten poppetjes op hun juiste plek. En zo kan ik ook goed in mijn energiehuishouding blijven. Ik wil niet zeggen dat dat ten alle tijden kan. Maar je kan wel kijken. Ja, Patrick, jij zegt ook mooi. Omgaan met gelijkgestemden. Ja, vind ik ook energetisch. Ja, zo energiehuishouding. Let daarop. Is vaak een ondergeschoven kindje bij HSP'ers. Omdat die zoveel prikkels waarnemen. Maar ook vaak toch leeglopen. Dus ik hoop dat jullie wat met deze tips kunnen. Ja, dan hebben we nog spiritueel niveau. Dat is dus wie jij in wezen bent. Dus als je het hebt over self-care, gaat dat dus ook voeden van jouw zijn, jouw ziel. Nou, ook daarin zou je het stukje weer mee kunnen nemen wat Patrick zei over gelijkgestemden. Maar ook jouw zielsmissie, daar heb ik het graag over. Anneke en ik delen natuurlijk dezelfde zielsmissie met velen die hier aanwezig zijn. Toch ook lichtwerkers, de wereld een stukje mooier maken. Bijdragen mensen nog meer in hun kracht te komen bij zichzelf thuis, is dat dus ook heel erg voeden. En hoe vind jij die self-care ten aanzien van het spirituele niveau, Hanneke? Ja, als een hele, hele, hele belangrijke. En ja, zo mooi. Spirit is toch ook zo'n mooi woord en zo. Ja, ik vind het fantastisch. En ik merk ook echt, op het moment toen ik mijn purpose nog niet had gevonden, waren alle andere tips ook moeilijker. Ja. Dus, en op het moment dat ik wel die purpose had gevonden, werd al die andere stappen werden makkelijker. Ja. Ik heb als tip voor het spirit stukje heb ik journalen. Ik heb niet voor niks een journal gemaakt. En dat is omdat het je op alle vlakken kan helpen. Dus het helpt je met loslaten, het geeft je inzichten. En je merkt, ik merk althans als ik stukken teruglees van journals, ik lees niet alles terug, maar hoe je gegroeid bent en hoe... Ja, op een spirituele reis zijn al die puzzelstukjes zo mooi. En dat vind ik zo mooi aan journalen. Dat je dat, ja, dat je dan een naslagwerk hebt voor je puzzelstukjes. Waarop dingen ook weer later op de plek vallen als je het weer terugleest. Ja, mooi. Nou, dan moeten we het aan het eind ook nog maar even een mooi iets voor doen. Hè? Voor jouw mooie journal. Want die heb je natuurlijk ontwikkeld. Lijkt me goed om dat inderdaad aan te haken. Desiree, jij hebt een speciale code, toch? Voor iedereen. Desiree die is ook aanwezig. En die kan dat misschien even in de chat zetten. Want Hanneke, jij hebt dat net uitgebracht, hè? De journal, ja. Ja, ja. Ligt het al in de winkels? Nee, hij komt pas op 11.11 is hij beschikbaar. Wow. Dus hij is nu in pre-order beschikbaar, maar hij is nu aan het drukken. Mooi, nou leuk. Mooie datum, wordt hier al gezegd, inderdaad, 11.11. Nou ja, dat kan haast niet beter. Ja, ik heb hem besteld, zegt Angela al. Ja, heerlijk, de journal, ik heb er zo'n zin in. Nou, volgens mij is het leuk om dat te horen. Desiree, ik weet niet of jij nog aanwezig bent, maar misschien kan je dat even als tip even in de chat zetten. En Hanneke, wat is de code? Weet je dat zo? Rock your world. Hooggevoelig. Hooggevoelig. Oh ja, hooggevoelig. Sorry jongens, Desiree die regelt alles. Zie je dus ook mijn valkuil. Ik weet niet altijd administratief alles. Maar goed, ze zal dat er vast zo nog even inzetten. De code is dus hooggevoelig. Wil je die met korting gaan pre-orderen bij Hanneke? Ja, mooie actie. Ik vind het op zielsniveau ook heel belangrijk om dus oorzaken te ontdekken. Dat je kijkt van, waar komen dingen vandaan? Als ik misschien nog trauma's, pijnen heb, waar zit de grootste angel? En op het moment dat je dat vindt, maar ook je purpose, zoals Hanneke, jij zei het zo mooi. En ik noem dat mijn zielsmissie. Ja, iedereen noemt dat toch weer even anders. Als dat helemaal inderdaad klopt, en dat zei jij zo mooi, Hanneke, dan stroomt de rest vaak ook mee. Omdat het allemaal zo op één lijn ligt. Dat klopt zeg maar op je zielsmissie, op jouw pad. En dan gaat de rest daar ook veel meer in die flow mee. Dus ik merk ook hoe meer ik vanuit mijn zielsmissie leef,
En of dat nou vanuit het boek is, of het opvoeden van Maya is, of het contact hebben met een vriend of vriendin, of dat vanuit Soma is, vanuit de stichting die we hebben, maakt niet uit. Als die zielsmissie overal in aanwezig is, merk ik ook dat self-care ook beter gaat. En vanuit daar die synchroniciteit ontstaat. Leef vanuit de flow. Je kan makkelijker manifesteren. Dus het gaat allemaal veel meer als vanzelf. Dus ja, mooi om dat ook mee te nemen. Dus als je holistisch kijkt, is dus vanuit self-care belangrijk dus dat je aan al die niveaus aandacht geeft. En dus ook de ondergeschoven kindjes. Ik zie dat hier Angela zegt, ik heb ook jouw boek besteld, Marjolein. Ik ben heel benieuwd. Nou, daar gaat het inderdaad in Holistisch Leven, Moeiteloos Gelukkig Zijn ook over. Dat je vanuit al die niveaus gaat onderzoeken, waar is aandacht nodig? Wat kan ik doen om nog meer in balans te komen? En uiteindelijk gaat het dus om, als HSP'er, volledig in je kracht te staan. Maar niet eens als HSP'er, maar als mens, die mooiste versie van jezelf te kunnen zijn. En dat gaat dus ook over dat je al die niveaus uitgelijnd hebt. Zijn er nog vragen vanuit jullie? Want ik begreep dat er vanuit ons, maar ik zie Desiree even niet meer. Maar ik begreep dat er vanuit Soma ook iets van een kortingscode was voor... Desiree, ja, weet jij dat zo? Ik begreep dat er vanuit ons ook iets was. Kun jij dat erin zetten, Desiree? Want er is inderdaad, we kijken dan voor zo'n webinar van, hey, mochten mensen iets willen, hoeft natuurlijk niet, maar vind je het leuk, kan je dus het journal via Hanneke bestellen en kun je de online cursus Holistisch Leven, Moeiteloos Gelukkig Zijn weer met korting via ons bestellen. Nou, Desiree, die zat net te zwaaien, dus misschien dat jij het ook even in de chat kan zetten. Zijn er nog vragen of heb jij nog toevoegingen over dat holistische self-care beeld dat we hebben besproken? Want ik denk dat we zo naar een afronding gaan, want het is al 9:10, dus wij lopen al ietsjes uit. Heb jij nog tips, Hanneke, dingen die je wilt delen? Of vragen vanuit jullie thuis? Of dingen die jullie willen aangeven? Laat het even weten. Oh, wat lief. Even kijken. Bedankt. We zijn trots op jullie. Ga zo door. Oh, wat lief. Geen vragen meer, maar wel heel blij met de tip, zeg jij, Angela. Bedankt. Nou, leuk om te horen. Ik zal even wat reacties geven. Wat hier nog wordt genoemd. Zijn er nog vragen? Inderdaad, geef het even aan. Fijne webinar. Veel om over na te denken, zeg jij, Puk. Oh, wacht, er komt nog een vraag binnen van jou, Imke. Hoe ga je om met invloeden van buitenaf? Zoals het coronanieuws. Het komt hard, zo hard binnen. Vroeger keek ik daarom nooit echt het nieuws en nu volg ik het te veel. Ja, hoe doe jij dat? Anneke? Ja, ik kijk geen nieuws. Nee. En ik vertelde het ook tegen mijn vriendin die hier vanavond was. Ik denk, ja, het is misschien wel een beetje naïef soms. Maar ik bijvoorbeeld van de krant lezen word ik af en toe zo verdrietig. Dat kan me zo echt in mijn hart raken. En ook op dagen dat ik bijvoorbeeld niet lekker in mijn vel zit. Omdat als in de herfst is, gaat automatisch vata omhoog. Mm-hmm. En als je al gevoelig daarvoor bent, kan je daar angstig van worden. Dus ik vind het echt niet prettig om bijvoorbeeld iets over een auto-ongeluk of om een vreselijke dood dingen te lezen. Dus ik ben vrij naïef daarin dat ik vrij veel negeer. Ik kijk wel naar het jeugdjournaal met mijn kids, met mijn oudste zoon. En dat vind ik wel een vriendelijke manier van op de hoogte blijven. Ja, en voor de rest probeer ik heel erg... Ja, ik denk net als jij, Marjolein, dat ik er wel mee bezig ben. En probeer van, wat heb ik hierin bij te dragen? En ik probeer echt te focussen op... Ja, hoe kan ik licht brengen? Of hoe kan ik heling brengen? Of hoe kan ik echt focussen op liefde? Dat is wat ik probeer de hele tijd in alles. Het goede ergens, probeer ermee om te gaan. Nou, Imke, ik herken ook wel wat je zegt. En stiekem baalde ik ook wel dat ik dacht, oh nee, niet weer in die winkels, die mondkapjes. Weet je, en je mag er ook van balen, Imke. Het mag ook dat je denkt, hé, we gaan weer zo'n periode in. Weet je, wees daarin ook niet te hard voor jezelf. En
Dat mag er ook zijn dat je baalt. Het is tegelijkertijd ook mooi om te kijken, oké, wat kan ik, hè, dus eerst ook dat binnen laten komen. Want wat we nog wel eens kunnen hebben in deze spirituele wereld, merk ik in ieder geval, spiritual bypassing. Oh ja, we moeten hier zo snel mogelijk weer vanaf. Ja, maar omarm is eerst wat er gebeurt. Het accepteren, doorvoelen. Laat dat, geef daar ook gewoon ruimte aan. En inderdaad, wat Anneke dan zo mooi zegt. Oké, wat kan ik wel uit deze periode halen? Nou, ik ben vandaag dus alvast gaan winkelen met mijn dochter. Omdat ik dacht, ik ga niet met die mondkapjes de stad in. Daar heb ik gewoon echt geen trek in. Dus we hadden vandaag een hele leuke, gezellige middag. Ja, dat klinkt misschien gek en ik doe het af met een lachertje. Maar ik denk, nou oké, dan gaan we dat dus weer anders inkleden. Worden creatiever erdoor. Oké, betekent misschien wel weer meer ruimte voor jezelf, voor je aandacht. Hoe kan ik het op een creatieve manier wel oplossen? Maar je mag ook echt wel daar teleurstelling en daar dat in voelen. Want dat merk ik toch wel vaak, dat daar een soort van taboe op komt of zo. Dat het allemaal maar positief hoeft te zijn. En dat is natuurlijk, weet je, we leven in een duale wereld. Dus ja, accepteer en doorvoel ook wat er is. Supermooi dat je dat zegt, Marlijn, inderdaad. Want dat is ook wat ik zelf een tijd terug echt voelde. Ik zal niet te lang over uitweiden, maar wel echt dat verdriet of het rouwen. Dat heb ik ook wel echt heel erg gevoeld. Dat we echt tijd mogen maken allemaal ook om die verandering te integreren. Ja, mooi. Even kijken, er worden nog wat dingetjes genoemd. Ik zal er even doorheen vliegen, want we gaan anders natuurlijk zo naar een afronding toe. Er komen nog wat mooie dankjewels voorbij. Fijne webinar. Holistische leefstijl erg interessant wordt en nu al blij van, zegt Petra. Supermooi. Nadine zegt, altijd fijn om even bewust mee bezig te zijn. Vaak doe ik zoveel dingen, ja, herkenbaar. Judith hier zegt, heel fijn, dankjewel. Er vallen een heleboel puzzelstukjes wat allemaal bij mij HSP hoort. Waardevol. Dank jullie wel beiden. Dank je wel voor de codes. Oh ja, die worden hier genoemd inderdaad. Ik ga het graag bekijken. Geef jij aan, Monique. En Nadine kijkt ook geen nieuws. Dan komt inderdaad vanuit zomeropleidingen de kortingscodes voorbij. Wanneer je met kortingscode RockYourWorld99 de online cursus Holistisch Leven in de Praktijk boekt, betaal je slechts 99 in plaats van 199. Met de link zit erbij. Dat heeft Desiree getypt. En ook de kortingscode hooggevoelig krijg je maar liefst 5 euro korting op prachtige journal. En de link zit er ook bij. Dus heb je daar interesse in, kan je daar nog even naar kijken. Karen zegt, ik zeg tot de volgende webinar. Nou, Hanneke, bij deze een uitnodiging. Petra, jij schrijft nog geen idee of ik HSP heb, maar is veel herkenbaar. Nou ja, als er veel herkenbaar is, Petra, en je bent hier. Nou ja, dan denk ik dat je wel die was ja kan aanvinken. Geen nieuws kijken, lezen is zeer goed voor de zielenrust. Wat zijn fijne boeken om te lezen? Nou, Angela, ik ben er eentje aan het schrijven, maar die komt pas tegen de zomer, najaar uit. We hebben wel een online cursus over HSP, is misschien ook nog wel leuk, Angela. Maar welke boeken wel fijn zijn, is er ook eentje die heet Hooggevoeligheidskracht. Onze online cursus heet trouwens ook zo. Ik weet niet of jij nog goede tips hebt, Hanneke, voor HSP-boeken. Nee, voor HSP-boeken niet. Ik zou ook. Ik dacht aan boekentips van romans of zo. Want ik vind het ook heerlijk om misschien om iets anders te lezen. Ja. Ja, even kijken. Dan komen nog dingen. Even kijken. ADD hoort ook bij prikkelgevoelig. Ja, ga maar eens. Het is wel leuk. We hebben ook een. Er zijn ook verschillende tests voor HSP. Is ook leuk om te doen voor degene die daar vragen naar hebben. Ik heb ook een gratis webinar over HSP op het YouTube-kanaal van Zoma. Dus daar wordt ook een test ingegeven. Even kijken, hier iemand die 2 keer daags online kijkt. Discussies worden lastig gevonden om de meningen te horen. Graag harmonie houden. Je moet, oh ja, dat wordt een mooi. We hebben weer een one-liner. Marleen zegt mooi, je moet mensen niet in een hartje stoppen. Je moet mensen in een hartje stoppen, niet in een hokje. Ja, die zijn... Mooi. Hier staat nog, codes zijn geldig tot en met 24 november. Je kan dan al wel je kan dan wel, Petra, inderdaad de korting al nemen. De cursus blijft gewoon openstaan, onbeperkt. Judith schrijft nog, het boek is heel fijn. Veel meditatie is echt een aanrader. Wendy, jij schrijft nog, dank jullie wel voor deze positieve avond. Echt een lichtpuntje in deze tijd. Nou, ik heb een kaars voor jullie aangestoken.
Even kijken, dan zeg jij Nicole, ik heb nog wel wat persoonlijke vragen betreft de Reiki 1 en 2 bij Soma. Kan ik deze stellen via een telefoongesprek? Jazeker, dan kun je het algemene nummer even bellen Nicole. Morgenochtend zijn ze weer lekker aanwezig en dan kunnen ze jou ook direct helpen Nicole. Dus dan kunnen ze je direct ook tips geven. Oh, dankjewel. God, ja, Desiree, je bent geweldig. 085-400-0020 staat in de chat Nicole. Wat erg, ik weet niet het telefoonnummer van Zoom uit mijn hoofd. Nou, zo kan het dus gaan. Doe waar je goed in bent. Dat is denk ik ook een mooie tip. En laat vooral andere mensen die daar wel goed in zijn ook dat gedeelte doen. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze avond. Hanneke, jij ook ongelooflijk bedankt. Ik ben zo dankbaar voor het lijntje wat we hebben. Ja, je bent echt... echt een soulmate voor mij. En ja, we kennen elkaar al levens. Zo voelt het en heel erg fijn om dit met jou weer te hebben mogen doen. Dankjewel iedereen die erbij was. Dankjewel. Die we niet kennen. En we hopen dat jullie ook lekker hierin in mee mogen gaan. Dus dankjewel voor deze avond. Deze wordt ook nog toegestuurd. Want jullie hebben je mailadres natuurlijk achtergelaten. Dus als je het leuk vindt om het nog een keertje terug te kijken, of misschien heb je een deel gemist, of je wil hem doorsturen, dan kan dat natuurlijk ook. Er worden hier nog wat tips genoemd over boeken, over HSP. Iedereen, hele fijne avond nog. Ga lekker slapen. Denk aan je rituelen voor vanavond. Hanneke, Tony, jullie even specifiek een dikke kus. Patrick natuurlijk en iedereen die ik ken. Hele fijne avond en slaap lekker. Doeg. Slaap lekker. Doeg.